Vandaag gaan we een kijkje nemen achter de schermen van de Droomshow, die dit keer onder leiding staat van Michael van Buren. De Droomshow bestaat al heel erg lang. Vroeger zag het er allemaal heel anders uit. Er werden andere spellen gespeeld, de liedjes klonken helemaal anders en het werd door andere mensen gepresenteerd. Ben je sportief en heb je lef? Go, go, go! Voor deze knettergekke, supersnelle, knallende show. Weet je nog wie dit is? Judith de Bruin. Met haar is het allemaal begonnen. Na Judith kwam Bart Peters. Bart vloog per vliegtuig met de kandidaten langs alle verschillende planeten. En nu wordt de Droomshow gepresenteerd door Michael van Buren. Weer heel anders. Maar zo te zien, wel hetzelfde vliegtuig. Wat in al die jaren altijd hetzelfde bleef, waren de kandidaten. Dat waren altijd kinderen uit groep 8 uit heel Nederland. Dit is Job. En dan komt het zakje. En dit is Merel. Straks zie je veel meer van hen, want zij zijn kandidaten in de Droomshow. Lang voordat de opnames van de Droomshow kunnen beginnen, doen de eventuele kandidaten mee aan een screentest. Net als echte acteurs. Bij zo'n screentest wordt gekeken of de kandidaten genoeg lef hebben en of ze goed kunnen samenwerken, want dat is heel erg belangrijk. Behalve het zoeken naar geschikte kandidaten zijn er nog meer dingen die al maanden van tevoren moeten gebeuren, zoals het maken van decors. Er moest heel wat worden getimmerd en geverfd om er iets moois van te maken. Daarnaast moesten sommige decorstukken worden getest op hun veiligheid. Want er mogen natuurlijk geen ongelukken gebeuren. En als alles dan eindelijk af is, dan kunnen de opnames beginnen. Die zijn 3 weken lang voor 26 programma's. Er zijn verschillende werelden die presentator Michael moet aankondigen. Zo is het de griezelplaneet, de jungleplaneet en de onderwaterplaneet. Niets is wat het lijkt. Welkom bij de Droomshow. Wie zou toch deze gekke gorilla zijn? Laat je niet gek maken. Niets is wat het lijkt. Welkom bij de Droomshow! Ja. Oké. Niets is wat het lijkt. Welkom bij de Droomshow! Het aankondigen van al die verschillende werelden is niet altijd even gemakkelijk voor Michael. Vooral niet als je weet dat hij echt doodsbang is voor spinnen. Dit zijn ze. Oh nee, verschrikkelijk. Nee! 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 Nee!
Ik vind het doodeng. Ik denk meteen ik word gebeten. Oké, kids, daar komt-ie. En het dak eraf! Goed, Monique, goed zo. Deze klas is pas over een paar dagen aan de beurt, maar ze zijn er duidelijk al helemaal klaar voor. En we zijn gestopt. In de studio worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de opname. Alles moet natuurlijk klaar zijn. Het wordt nooit handmatig aangestoken. En droog, als straks de kandidaten en het publiek binnenstormen. Hoe zou het eigenlijk zijn om als kandidaat mee te doen aan de Droomshow? Job en Merel, die we net ook al even zagen, weten precies hoe het voelt. Niets is wat het lijkt in de Droomshow. In de Droomshow. Oh, jij gaat omhoog en jullie gaan naar beneden, maar dat is tweestemmig, dat is wel leuk. Iedereen belt ook van, ben je al zenuwachtig? Ja, ongelooflijk. En de hele familie. Ja, erg, ja. Erg zenuwachtig. Dat zeggen ze ook altijd, man. Ik ben zo zenuwachtig voor dinsdag. Job is iets zenuwachtiger, volgens mij. Die was anderhalve week geleden al zenuwachtig. Job weet heel veel vragen. Hij deed tegen per se vooral wiskunde uit de middelbare school. Dus ja. En ik ben best wel goed in de spelletjes. Dus ik hoop natuurlijk dat wij winnen, maar ik gun het die anderen ook. Nog 10 seconden! Voor iedere show oefent het publiek de liedjes van de Droomshow, zodat iedereen tijdens de opname lekker hard mee kan zingen. Eindelijk is het dan zover voor Job en Merel. Ze arriveren bij de studio. Ze hebben nu nog geen idee wat hen allemaal te wachten staat. Ja, nee, de studio is aan. Ja. Ja. Dit is de studio, jongens, maar een beetje stil zijn, want er is nu nog een opname bezig, dus dat we niet stoor. Ja? Oké. Okay. Kijk, deze video. Hey, jongens, hey. Leuk, wat goed dat jullie zijn. Hi. We moeten even lekker opschieten. Kom, ja, we gaan snel in de video. Over Marlene. Hoi. En ik kom Marlene. Over 5 minuutjes halen. Weet jij? Meer straks. En jij weet? Job. Hoi. Ik heb voor jullie alle twee een tas. Job, deze is voor jou. Merel is voor jou. Hier ligt al jullie kleding. Jullie moeten al je kleren hierin doen. Straks gaan hier ook de handdoeken en schone onderbroeken in. Job en Merel zijn het groene team. En het eerste wat ze moeten doen is de kleding aantrekken die alle kandidaten in de Droomshow moeten dragen. Waar zou de presentator op dit moment mee bezig zijn? Net als Job en Merel is Michael druk bezig zich te verkleden voor de opname. Want ook de presentator draagt speciale kleding in de Droomshow. En door mij, mensen, de catwalk. Ik zit nu in de schmink. Dit is Nelly, die is heel lief voor mij. We doen 9 shows per week, 3 op een dag. Vind ik zwaar. Maar het is wel heel erg leuk. Ik drink 12 liter op een dag. Kom maar. En ik hoef maar 1 keer te plassen. Ik zweet er allemaal uit. Ik raak soms een beetje in de war van alle kindernamen en zo. En de verschillende
titels die ze allemaal hebben bedacht voor hun eigen clubjes. Dus je hebt de neefjes en de gillende vampiers en de brullende bavianen en de etterende ottertjes en dat soort dingen allemaal. Wat is jullie teamnaam? De Toffe Windjes. De Toffe Windjes. De neefjes. De tijgers. De Melige Vampiers. Goed. Ja. Of ik zenuwachtig ben, ja. Ja. Altijd. Als ik me erg verspreek, wat ik af en toe heel goed kan. Of, weet je, het is raar werk, omdat je natuurlijk je hebt ook de hele tijd de camera die je in de gaten moet houden en je tekst. En... Hier liggen de materialen en die moeten ze naar de overkant brengen. En dat is nog niet makkelijk, want ze moeten over deze touwbrug heen. En ze moeten zeker niet naar beneden kijken, want onder hen liggen duizenden slangen die een vreselijke honger hebben. Er was even discussie over, maar er was een verspreking van jou aan het begin. Ja. En dan moeten we het beter gewoon maar even goed doen. Ja? De man nog een keer. 5, 4, 3, 2, 1 en go! Dit zijn de onderdelen en die moeten allemaal naar de overkant gebracht worden over deze touwbrug. Maar pas op, want onder je roeren duizenden slangen die honger hebben. De kandidaten die als eerste hun boomhut in elkaar hebben gezet, zijn de winnaars. Het gaat goed. Ja, maar ik hij komt bij je. Bij. Ja, maar hij komt naar je toe. Ja, camera komt naar je toe. Maak je geen zorgen. Even een beetje deppen. Een beetje make-up alsjeblieft. Soms klopt dat er niet helemaal, weet je. Dan is de camera al weg en dan ben ik te laat. En dan moet het gewoon opnieuw. Oké, we doen de doorloop doen we even van tevoren. Mocht je nou nog vragen hebben tijdens het draaien, kan je gewoon altijd vragen. Oké. We beginnen zo meteen. Voordat de kandidaten beginnen aan de show, wordt alles goed met ze doorgesproken. Gelijk op de vleugel, spreekt hij al. Wie zit er voorin? Ja? Het is namelijk heel erg belangrijk dat ze alles weten voordat de camera's gaan lopen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als het vliegtuig is geland? Vlieg naar die kant. Dan starten we de muziek. Dan komt er allemaal vuurwerk, hoef je niet van te schrikken. Dan komen jullie daar aan en doet Michael de klep open. Wat een perfecte landing, zeg! Oké, als het vliegtuig geland is, dan eindigen jullie hier. Dan heb je Ger, dus de opnameleider, die zegt dan... Oké, jongens, we zijn gestopt. Dat betekent dat alle camera's op een andere plek komen. Dan staat Fini, die staat daar op jullie te wachten. En dan gaan jullie dan meteen naartoe. Ja? Moedig ze aan, ik wil meer horen. Kom op. Hey. Haal hem goed vast. Zoveel mogelijk olie in die bak. Je mag niet de bak van je hoofd afhalen. Dus je moet hem op je hoofd houden. Je kan niet verder dan hier. Nee, maar je kan gewoon gaan staan. We beginnen met het rode team. Het rode team gaat daar staan, op het eiland. Michael zit op dat moment tussen het publiek op de tribune. Je hebt een monitor. En de enige manier dat hij jullie kan zien en horen, is als jullie in die camera praten. Wat gaan Mini en Maxi doen? Kandidaten, kunnen jullie mij horen? Ja. Willen jullie even naar mij zwaaien? Heel goed. Dus hij begint zijn verhaaltje zo van, hallo, kunnen jullie mij horen? En zien jullie nog enge beesten? Speel dan een beetje mee. Hoe heet een fiets voor twee personen? Toffe Windjes. Oké, jongens, de derridouche. Wat heel belangrijk is, jullie zien die twee emmers daarachter hangen, die rode en die groene. Ja. Dat is de derridouche computer. Jullie hebben een knop. Op het moment dat of het rode team of het groene team op die knop duwt, gaat of de rode of de groene emmer branden. Nee, dat is fout geantwoord. Oké, duidelijk, zijn er nog vragen? Nee. Nee? Dan gaan we nu naar de pop-ups. En als er dan echt geen vragen meer zijn, wordt er begonnen met de eerste opnames voor Job en Merel. En je kijkt nu richting de camera, je houdt je hoofd recht. Als je de camera ziet, ga je lachen. Dit lijkt nog niet zo ingewikkeld. Ronddraaien. Lachen. Nou, dat is in ieder geval goed gelukt. Niets is wat het lijkt in de droomshow. Maar Job en Merel zijn er nog lang niet, want het allerzwaarste moet nog komen. Niets is wat het lijkt in de droomshow. Namelijk de opnames van de wedstrijd tussen het rode en het groene team. Job en Merel zwaaien nog een laatste keer naar hun fans die net binnen zijn gekomen, want een beetje steun kunnen ze wel gebruiken. Nu gaat het erom spannen. Ze zullen vast erg zenuwachtig zijn.
gaat zeker door ook. Ja. En een mini en max. Ja, dat kan niet missen. Job en Merel, zet hem op en doe je best. Goed, oké. Okay. Alles klaar hier. Attentie voor opname. Iedereen klaar? Banden lopen. 5, 4, 3. Wat een perfecte landing, zeg. Welkom op de onderwaterplaneet. Gemengde teams zie ik. Merel, ja? Ik keek naar je handen, toen zag ik iets raars. Ja. Zullen we eens even kijken? Moet je kijken. Wat is dat? Vinger tussen de autodeur. Ah, hoe doe je dat? Nou, gewoon autodeur dicht slaan. Wat denk je, word je kampioen in de Droomshow? Ja. Oké, okay, nou ik hoop het voor jullie, maar de andere kandidaten wens ik ook heel veel succes. Zeg, wat is jullie teamnaam? Mini en Maxi. Hoe kom je aan die naam? Oma zei Mini en Maxi, als jullie dat nou doen. Ja, dat vonden we erg leuk. En dat heeft toevallig te maken ook met jullie lengte, ja, denk ik, hè? Ja. Hebben jullie ook fans meegenomen? Ja. Mag ik de fans van Mini en Maxi nu horen? Het eerste spel gaat beginnen. Het is de bedoeling dat de teams zo snel mogelijk de bak met olie hebben gevuld, zodat de ballon de lucht ingaat. Een beetje voorzichtig met je duim, lieve. Een beetje fina. Oké. Dat gaat goed. En wat gebeurt er? Ja! Heel goed gedaan! Hoe ging het bij jullie? Maar slechter. Oh, dat ging inderdaad niet zo lekker. Job en Merel hebben maar 10 punten en het rode team heeft 30 punten. Gelukkig kunnen ze nog altijd proberen de achterstand weer in te halen. Als ze goed samenwerken en goed in balans blijven, kunnen ze een hoop punten verdienen met dit geld graaien. Job, jij blijft lagen. 3, 2, 1, go! Moedersaan! Kom op, daar gaan we! Job, we zitten verkeerd in de tempo. Heel goed, Martijn. Dag, spel, dat is het nee, ik weet niet. Ze waren steeds ietsje beter. Maar het moeilijke hiervan voor de teams is... Het ging gewoon dat niet heel zij goed. In de andere... Helaas heeft Merel wel gelijk. Het ging niet zo goed. Job en Merel hebben 20 punten. En het rode team heeft maar liefst 60 punten. We tellen met z'n allen af. 3, 2, 1, go! Doe rustig aan, diep ademhalen. De duizelende diepte. Het derde spel. Net op tijd voor de schildpad. Twee parels aan de overkant. Oké, Maxi. Heel goed. Kijk niet achterom. Nog 3 stappen. Heel goed. 4 parels aan de overkant. 4 parels. Zou dat genoeg zijn om de achterstand op het rode team in te halen? We zullen het zo zien. Het rode team was weer beter. Nog maar 1 spel te gaan. Nog maar 1 kans om te winnen. Het laatste spel is de derridouche. De schoenen en sokken gaan uit en de kandidaten moeten niet bang zijn om vies te worden. Je hoeft niet in die microfoon te duiken, want we horen het luid genoeg. Als je maar goed duidelijk spreekt. Ja. Yes? De beslissende ronde, de derridouche. De beslissende ronde, de derridouche. De eerste vraag. Zijn de tekenfilmfiguren Cow en Chicken, neef en nicht, broer en zus of buren van elkaar toffe windjes? Buren? Dat is niet goed geantwoord. Derry voor jullie. Doe een gok, Mini en Maxi. Doe een gok. Neefjes en nichtjes? Wat zeg je? Neefjes en nichtjes. Nee, dat is fout geantwoord. Het is broer en zus. Thuis
thuis op de bank is meespelen met de derridouche veel gemakkelijker dan voor de kandidaten in de studio. En in ieder geval minder koud. Zouden Job en Merel uiteindelijk toch nog punten gescoord hebben? En wat zou de einduitslag zijn? Nee, maar dit is de puntentelling. Okay, dat kan hij natuurlijk niet weten. En hij kan het niet onthouden hoeveel fruitstukken en wie er dan voor staat. Ik zit gewoon mee te gaan, mee te tellen. En dan mee te schrijven hoeveel het is. En ik heb wat woorden, dat hij het niet vergeet. De puntentelling wordt altijd bijgehouden door andere mensen in de studio. Ze schrijven het op grote borden, zodat Michael het goed kan lezen. Ze moeten het natuurlijk wel goed opschrijven. Kan je niet lezen? Als ik iets anders opschrijf, dan gaat hij waarschijnlijk iets anders zeggen. Okay. En daarmee komen we bij de eindstand. 80 voor het fantastische paar Mini en Maxi. Maar 140 voor de toffe Windjes! Ze hebben gevochten zoals alleen maar Mini en Maxi kunnen vechten. En hier staan ze naast me. Kunnen jullie nog lachen? Ja. Gelukkig. We gaan kijken wat ze hebben gewonnen. Ja, ze krijgen allebei een Furby mee naar huis. Hartstikke gefeliciteerd. Heb je al? Oh, nou, dan geef je er eentje aan iemand anders. Mag ik die andere hebben dan? Nee. Oh, hartstikke gefeliciteerd. Jullie ook. Ik ben heel blij dat jullie hier waren. Jullie waren fantastische kandidaten. We zijn weer aan het einde van de Droomshow. En wij gaan even dansen. Kom maar. Helaas voor Job en Merel, ze hebben niet gewonnen. Maar het was een leuke dag en ze nemen toch nog een prijs mee naar huis. Ja? Wat heb je gewonnen? Furby. Maar ik had al een Furby. Ik heb al een Furby. Ah, nou ja, dan heb je er twee. En als je niet tevreden bent met je prijs, dan is daar misschien ook nog een oplossing voor. Ik wil een Furby. Heb jij die Furby al, hé? Ja, ik heb al een Furby. Wil je die ruimen? Ja, wat? Kijk wat. Heb jij Cluedo? Het was leuk om even achter de schermen van de Droomshow mee te kijken. Welke verhalen Job en Merel thuis allemaal verteld hebben over hun superspannende dag, daar zullen we helaas nooit achter komen. Applaus voor jezelf!